vrijdag beland. Het is 7 juni. Laat dat. Het is 7 juni. Vandaag had mijn geliefde man jarig kunnen zijn. Had hij 56 jaar geworden. Maar ja, hij is andere maand 2,5 jaar alweer overleden. Dat is 2,5 jaar geleden gebeurd, op 25 februari. Dus ja, dat blijft altijd bij je, dat neem je met je mee. Je staat ermee op, je gaat ermee naar bed. Dus ja, vandaag vieren we dus een beetje het leven, laat me zeggen. Ja, ik heb twee halve, want dat zijn altijd half. Dus even die smalle doosjes. Appelkramenvlaai gekocht gisteren bij de Vomer. Wat zijn jullie lekker lastig. Hou ook nou eens op. Oh, dat irritante gedoe. Ja. Wees eens lief voor elkaar. Maar oké, ik ga broodje klaarmaken, koffie klaarmaken. Rebecca die komt er zo aan. En vanmiddag komt Astrid en ik moet nog eten ook voor de dieren klaarmaken. Dus ik heb nog een hoop te doen. Want ik was net pas uit bed. En ja, ik kon vannacht niet slapen. Heel veel hoofdpijn en rugpijn. En dan leggen te piekeren en te doen. Ja, en dan val ik pas tegen de ochtend in slaap. Ja, vind ik ook. Ja, groot gelijk. Eeuwin. Het joe, gezondheid meisje. Maar oké, ik zou zeggen, we spreken elkaar later. Ik vlog niet wanneer Rebecca, tenminste wanneer Astrid er hier is. Maar Cor, ik verwacht Corrie ook, hè? Ja, wie weet het. Die is altijd nog geweest. Dus ik hoop dat ze eigenlijk weer komt, dat ze het niet vergeet. Maar ja, ze wordt er ook niet jonger op, maar wel ouder. Dus ja, vergeten is ook menselijk. Neem het er niet kwalijk. Maar in ieder geval... Ik wens jullie alle goeds en veel liefst vanaf mijn kant. En we spreken elkaar sowieso ook vanavond weer eventjes. Wilma en de vriend die komen. Wilma die wil alweer op de vlog, maar de vriend weer niet. Ja, zo blijf je bezig. Het is een moeilijke dag, simpel. Dus heel veel liefst van mij. Doei. Goedemiddag lieve vrienden. Ja, het is al laat, het is net 3 uur geweest. En ik mag me misschien wel schamen, maar ik doe dat lekker niet. Ik kom net uit bed. Ja, en ik heb ook de wasmachine even al aan het draaien gezet. Maar ik heb 2 zware, vermoeiende, emotionele dagen achter de rug. En 2 slapeloze nachten. Dus ja, hoef ik me niet te schamen dat ik zo laat op het bed ben. Ik ben wel al eerder beneden geweest. Ik kan dan gewoon naar buiten. Frodo even naar buiten gelaten. Maar die vloog uit zichzelf alweer naar boven. Toen denk ik, oh, die wil nog verder slapen. Oké. Nou, ik mocht even nog met hem liggen te krollen. En dan ben ik ook weer in slaap gevallen. Dus dat moet allemaal kunnen. Maar ik wens jullie wel weer welkom bij weer een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is heel erg slecht weer hier. Maar ik denk zomaar dat het door heel Nederland is. Ja, dat vermoeden heb ik wel. Het hoost hier. En het waait hier. Het is gewoon eigenlijk wel weer om op je bed te blijven. Ja, maar ja, ik heb ook meer te doen. Eigenlijk staat er een afwas, maar daar heb ik geen zin in. Ik heb ook andere dingen te doen, zoals voor jullie en voor mezelf. Dat is eindelijk mijn camera's weer leeghalen. Ik heb nog de laatste avond, de avondvierdaagse erop. Ik moet dat allemaal nog gaan renderen, et cetera. Dus nog genoeg te doen. Maar eerst gaan we een bakje koffie doen. Ja, lekker een smakelijk bakje koffie. Ja, en de diertjes hebben wat lekkers. Hebben ze ook wel verdiend. Hé, Gandalf die is ook weer net binnen. Die zit zich nog eventjes na te wassen. Zoals jullie zien, die komt net van buiten uit die regen vandaan. Nou, het spoelt echt, ik weet niet of jullie dat vanaf deze afstand kunnen zien, maar ik denk het wel waard. Maar het is gewoon echt geen prettig weer, nee. Gandalfie. En Marel, ja. Ja, ik heb het over jou, joh. Ja.
Oh ja, man, nou dan komt hij bij me. Maar oké, ik zal jullie weer even draaien. Zo. Je bent nat. Ja, baan. Ja, je bent een baan nat. Ja, je bent een baan nat. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, wees zelf maar het zonnetje in huis. Ja, want de andere zon die is verdwenen. Ja, die moeten we gaan zoeken. Die is denk ik verdwaald naar een ander land toe of zo, ik weet het niet. Maar in ieder geval, wees zelf maar het zonnetje, dan komt het ook wel weer goed. Ik zou zeggen, tot later. Doei, doei. Nou, lieve vrienden, het gaat hier knap de keer met regen. Zoals jullie dat wil zien, het hoogst erover. De vlaggenmast is momenteel even rustig, maar voor hoe lang dat duurt weet ik niet, want het stormt ook. Ja, wat gaat knap de keer. Ik doe het nou even met mijn mobiel, omdat ik mijn camera niet klaar heb, omdat de kaart eruit is, die moet ik leeghalen. Ik ben druk bezig met renderen, dus we gaan het even op deze manier doen. Ja, dat moet je toch eens kijken dan, hè. Het was er net in ene helemaal wit van de regen, zo hoogde het. Ja, en dan met die wind erbij. Erg hoor. Nou ja, wie weet is het verder in het land ook al zo, maar ik wil dat toch eventjes laten zien hoe het hier in Nieuwe Diep is, oftewel Den Helder. Ja. Dus ja, ik ga me nou niet naar mij toe keren, want dat lukt me nou niet. Nee, en niet met mijn mobiel 1, 2, 3. Moet mijn hele hand omdraaien en dan gaat een beetje moeilijk. Vrolijkje ligt lekker op de bank. En Eeuwenetje die ligt hier. Hé meisje. Ja, en Kandalf, nou die is naar boven toe gevlogen daarnet. Dus, nou en ik ben bezig met dit. Dan weten jullie het. Dit is de avondvierdaagse dag 2. Ja, 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 ja. Schiet weer op. Komt allemaal goed. Hè, Frodo? Wat jou, hè? Ja, wat jou. Zo, lieve vrienden. Ik heb Frodo weer even behandeld aan de andere kant van de flank. Daarom heeft hij de kap weer even op. Ja, mag vrouwtje even? Ja, oeh, beestje. Kijk. Ik heb hem weer netjes behandeld en gedaan. Even gewassen, schoongemaakt, salvie erop. Hé, ja nou. Ja nou. Oh, goeie dikkie. Doe maar. Ga maar goed leggen. Straks val je eraf. Straks val je eraf. Dan ga je al. Mal hondje. Zo. Ja. Nou, een eeuw die ligt daar nog lekker rustig. En ik meende dat Kandalf weer buiten was, maar dat weet ik niet eens zeker. Het is er heel even droog, maar voor hoe lang? Dat weten we. Ja, nee, kijk maar weer in de plas. Er komen alweer spettertjes aan. Ja, dus. En ik ben even bezig met een bakje koffie voor mezelf. Dan gaat mijn vloer weer. Zo. Maar in ieder geval, ik ga mijn koffie klaarmaken en ik ga het daar weer verder, want de camera's moeten nog steeds leeg. Want dit is nog steeds mijn mobiel. En ik weet niet of ik vandaag wel had gezegd dat het zaterdag is, 8 juni. De dag dus na mijn mannetje, zo'n verjaardag. En ja, het is daar nog een puinhoop, maar laat maar lekker. Het hangt me niet op mijn rug. Dus dat vind ik helemaal niet erg. Morgen weer een dag. Ik ben mezelf niet en ik heb nergens zin in dan enkel maar even renderen, et cetera. Dus ja, het komt allemaal wel weer goed hoor. Ja, hè Frodo? Ja nou. Zo, wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Lampenkapie. Lampakapie. Ja, nou. Oh, goeie dik, jij zo lief. Maar oké, lieve vrienden. Geniet nog verder van jullie dag. En doe het met een lach. Doei, doei.